Helaas hebben wij gehoord dat wij niet zijn geworden voor het appartement. Zij vandaag een coronatest heeft. Fucking moeilijke toets. Ja, ik heb eigenlijk bijna zomervakantie soort van, want ik ben klaar. Goedemorgen, welkom weer bij een nieuwe video, een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag, even kijken de datum, 22 juni en ja, ik ben lekker bij mijn ouders, want Stefan die was naar Groningen gegaan gisteren om Gijs te verrassen, een vriend van hem. Oh, de batterij is bijna leeg. Maar ik ben in ieder geval bij mijn ouders, ik ga zo mee met papa naar Harderwijk en dan ga ik daar weer verder vloggen. Hoi, goedemorgen. De vlogcamera is leeg, dus ik film het heel even met mijn telefoon. Ik ga hem nu gelijk aan de lader leggen. Hey, ik ben er weer. Ik heb mijn camera op de lader gelegd en ik heb net heel veel geleerd voor ondernemerschap. En helaas hebben wij gehoord dat wij het niet zijn geworden voor het appartement. Ik denk dat het te maken heeft met leeftijd, want ze hadden ons inkomen niet gevraagd. En dan snap ik wel dat je er soort van uitgaat van, kijk, ik weet niet wie er nog meer waren. Ik zag wel een vrouw van in de 30, 40. Misschien was er nog een stel van zo oud, ja weet je, dan is het heel menselijk om dan gelijk te denken, nou die zullen waarschijnlijk veel meer verdienen. Waarschijnlijk verdienen ze ook wel wat meer. Maar ja, we hadden het gewoon prima kunnen betalen, dus dat is wel jammer. En ik heb zometeen een tentamen Engels online. Mijn herkansing, grammatica is dat. En ja, die ga ik over een half uurtje ongeveer maken. Dus ik vind het wel een beetje spannend. Maar het komt vast wel goed. Ik heb veel geoefend gisteren. En een hele samenvatting gemaakt. En ja, ik had me vorige keer niet zo goed voorbereid. Dus ik denk dat het wel goed moet komen. Ik zet even mijn telefoon aan de lader. Dus ga zo nog even naar de wc, glasje water pakken, bril opdoen. Hier het even wat rustiger maken. Je mag sowieso niet afkijken ook. Dus dat moet ik even allemaal samenvattingen zo even weghalen. En dan doe ik mijn Palo Santo aan, geurolie, om wat rustiger te worden. En dan gaan we er gewoon lekker voor. Komt vast wel goed. Ik heb donderdag nog één tentamen ondernemerschap. En dan ben ik klaar met mijn eerste jaar HBO. Dus dat is super leuk. Maar wel even balen van het huisje. Maar er komt vast wel weer een ander huisje op ons pad. Ik heb mijn tentamen gemaakt en hij ging eigenlijk best wel goed. Ik wist alleen de Present Perfect en de Past Simple niet meer zo goed. Ja, ik was binnen 20 minuten alweer klaar. Ik maak heel vaak heel snel mijn toetsen. Dat is echt gek. Alleen, omdat ze natuurlijk niet willen dat je gaat afkijken en zo, mag je niet meer terug naar de vorige vraag. Dus dat had ik wel eventjes moeite mee, want ik vul altijd alles snel in. En dan denk ik, oké, ik ben er vanaf. En dan ga ik vanaf vraag 1 alles nog een keertje checken of ik het allemaal wel goed heb gedaan. Dus ja, daarom was ik ook wel een beetje bang. Maar het ging echt wel goed. Een paar dingetjes dacht ik, oeh, dus weet ik niet. Maar als dat het is, dan heb ik denk ik wel voldoende. Ik moet deze zeg maar voldoende hebben om mijn Engels vak wat ik heb gehad, waar ik 2 opdrachten voor moest maken, om die te halen zeg maar. Want die heb ik al gehaald of afgesloten met een 7,1. Maar ik krijg pas de studiepunten als ik Engels ook echt heb gehaald. Dus wij hebben lekker gegeten en daarvoor zijn we nog met vrienden wat gaan drinken. En nu hebben we lekker quality time. Gewoon samen een filmpje kijken. En een keertje in bed. In plaats van op de grote televisie. Dat vind ik wel heel leuk. Heel gezellig. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag. En ik kreeg een berichtje van Joelle. Mijn beste vriendin. Dat zij vandaag een coronatest heeft. En het dan morgen zo hoort. Ja, hoi. Ik kan jullie natuurlijk niet helemaal in spanning laten over of ze nou wel corona of niet had. Maar dat had ze gelukkig niet. Dus dan weten jullie het allemaal. Daag. Dat was wel een beetje kut. Wij zijn zaterdag met haar geweest. En we hebben niet aangeraakt zo. Maar je bent toch in dezelfde ruimte. Dus ja. Laten we dus maar hopen dat we niet besmet zijn. En even die test afwachten. Want anders moet er volgens mij ook 2 weken tussen. Ja, hoi. Ik heb net gedoucht. En ik heb nog mijn badjas aan, maar ik ga eventjes... Maar ik ga wat kleding opruimen. Auw, ik zat op mijn knie. In de slaapkamer. En dan ga ik nog leren voor school en zo. Omdat ik morgen tentamen heb. Ik denk wel dat het moet goed komen. Het is mijn laatste tentamen van het jaar. En als ik die heb gehaald, dan heb ik waarschijnlijk ook mijn P. Tenzij ik Engels gisteren niet heb gehaald. Maar dat denk ik wel. Want dat ging best wel goed. Ik ben echt moe. En ik vind het een beetje eng, omdat... Ik hoorde ook wel van mensen die corona hadden die alleen maar moe zijn, waren. En omdat Joelle natuurlijk een test gaat doen, ik weet niet of ik het al gezegd, volgens mij wel. Ja, ik hoop gewoon dat ik niet geen corona heb, want ik denk dat het qua ziek zijn nog wel mee gaat vallen bij mij. Tenminste, dat hoop ik.
Maar qua, je mag gewoon 2 weken lang, moet je gewoon volgens mij thuis blijven. En dan moet je ook volgens mij, tenminste dan wil ik ook wel een test laten doen, want straks heb ik het niet. Nou, dat zou super fijn zijn. Maar dan moet je zo'n ding ineens na gezeik. Je kent het wel. En verder zijn we nog steeds bezig met huizen zoeken. Ik zie er echt niet uit trouwens, maar ik ga mezelf niet anders laten zien in mijn vlog dan dat ik er echt uitzie. Dus zo zie ik eruit als ik onder de vandaan kom. Ik ben ook echt fucking moe vandaag. Ik heb hier een soort puisje. Een soort puisje, het is gewoon een puisje. Maar ja, leren vandaag. Laatste dagje. Morgen heb ik om 10:30 de toets. 10:30 bedoel ik. Dit is mijn leeroutfit, omdat ik nog steeds moet leren voor ondernemerschap. Ik ben ondertussen even eten aan het maken. Ik moet wel heel veel afwas nog doen, maar ik ga eerst even eten. Dan ga ik weer een stukje leren en dan ga ik het huis opruimen. Het is zo warm hier. En voor het morgen ook 30 graden volgens mij. Volgens mij is het vandaag ook al 30 graden, joh. Het is bizar. En ik heb een tosti. Zit erin. Met een beetje guacamole als saus. Dat vind ik wel heel erg lekker. Dus ik dacht, nou, dat mag ik wel even nemen van mezelf. Broodjes ben ik klaar. Limonade inschenken. Lekker eventjes pauze houden. Hoi, goedemorgen. Het is vandaag donderdag. En ik heb zo meteen mijn allerlaatste tentamen, hoop ik, van het jaar. Ondernemerschap. Fucking moeilijke toets. Vorig jaar had maar 20% het gehaald. Oh, dit is top. Hè? Jullie zagen echt veel. Dus ja. Ik ben een beetje bang. Ik heb wel echt keihard geleerd. Maar ik heb ook nooit economie gehad. Dus een soort van achterstand hierin. Helemaal zenuwachtig ben ik. Oh, ik denk dat ik lekker die olie weer ga aanzetten. We hebben een bureau. Rekenmachine heb ik. Begint over een kwartiertje. Dus ik kan volgens mij al inloggen zometeen. En ik dacht echt. Eigenlijk dacht ik, ik moet even normale kleding aan. Maar ik ga gewoon even in mijn pyjama een toets maken. Tenminste, ja. Ik heb geen zin in de kleding. Ik ben gewoon een beetje zenuwachtig. Dat je dan echt niks kan doen of zo. Maar ik ga ervoor zorgen dat het hier een beetje te pruimen is qua energie en zo. En dan ga ik het toets maken. Ik heb dus mijn tentamen gehad. Ik vond hem best wel lastig. Hij was echt heel pittig. Maar ik hoop dat ik hem heb gehaald. Sommige dingen herkende ik niet eens van mijn boek. Dus toen dacht ik, dit heb ik niet eens geleerd. Dit heb ik niet eens voorbij zien komen. Maar de meeste dingen lukte wel. De rekenopgave lukte soms. Ik heb nu, zit ik een beetje alles op te ruimen van mijn studie. Want ja, ik heb het allemaal niet echt meer nodig. De meeste dingen niet. Ik bewaar nog even wat dingen van ondernemerschap natuurlijk. Omdat ik niet weet of ik die heb gehaald. En ik ben bezig met mijn inschrijving voor mijn volgende studie. Ik kreeg het al een mailtje zodat ik in een bepaalde klas zat. Maar ik snap het allemaal niet. Want ze werkt daar weer heel anders dan op de HVA. Dus ja, ik moet even kijken hoe dat allemaal geregeld wordt. En volgens mij was het ook niet helemaal nog geregeld dat ik in het tweede jaar ben ingeschreven. Maar ik kreeg wel mailtjes voor het tweede jaar. Dus I don't know. Verder ga ik vandaag denk ik een beetje opruimen. Lekker podcast luisteren. En ja, ik heb eigenlijk bijna zomervakantie soort van. Want ik ben klaar. Oh ja, en ik denk dat ik de video over spiraal opnieuw ga opnemen. Want ik heb heel vaag geluld daar in die video. En het kan beter. Dus ik zet hem denk ik gewoon hier neer. Nee, dit is geen leuke set. Even kijken. Ik weet even geen leuke. Ik weet even geen mooie setting om te filmen. Ik wil wel even een beetje mooi licht. Oh, hier is het zo warm in de woonkamer. We zijn nog steeds bezig met een huisje zoeken trouwens. Oh ja, ik moet ook mijn vlog editen. Maar dat lukte laatst niet. En ik had het gewoon. Dus ja, we hebben mijn statief gelaten. Zo moe van mezelf. Hoi, ik ben Hila en leuk dat je weer kijkt naar weer een nieuwe video. Vandaag gaat de video over het. Ik ben even een lekker omeletje aan het maken. Met ei en. Tuurlijk, met ei. Met kaas ook. En ei natuurlijk. En ui en vieslook. Want ik heb altijd best wel veel moeite met als ik dan de hele dag alleen thuis ben om dan te gaan lunchen. Ik heb er nooit zoveel zin in. Ik ga het in zo'n bordje doen. En
dat is denk ik, ik doe het een beetje zo half scrambled. Vind ik altijd wel lekker. Misschien dat ik er wel één geroosterd broodje bij doe. Dat is eigenlijk wel goed van me. Oké, broodje erin. Die doe ik dan zo meteen op de bodem. En dan doe ik dat er gewoon overheen. En daarna moet ik wat opruimen hier overal en in de slaapkamer. Dus dat is het een beetje vandaag. En we eten vanavond zelfgemaakte soep. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. En ik heb gisteren de hele dag niet gevlogd. Want dat ging even anders dan gedacht. Wij waren donderdag, gingen we nog even naar het strand. En toen kwamen mijn vrienden tegen. Die waren met een bootje naar de wijk. En toen zeiden ze, goh, willen jullie anders meevaren? Ik wil ook even filmen voor de vlog. Hij gaat helemaal schuin. En toen zeiden we, ja, zet ons maar af in Zeewolde, want het is zonde om helemaal terug heen en weer te gaan naar Harderwijk. En ja, dat is gewoon wat om voor hem, want zij wonen allemaal in Zeewolde. Dus toen gingen we in Zeewolde afstappen van de boot, gingen we nog even op het terrasje zitten. En toen gingen we bij mijn ouders blijven slapen, spontaan. En toen ging ik de volgende dag met vriendinnen naar het strand in Zeewolde. En toen was ik gisteravond pas thuis. Dus ik had zeg maar niks ook bij me. Dus dat mijn ouders altijd gewoon een tandenborstel zou hebben voor mij daar. Dat ik mijn tanden ergens kon poetsen. Maar ik had de hele tijd alleen maar mijn bikini en een jurkje bij me. Dus ook mijn vlogcamera niet, want die neem ik nog mee naar het strand. Maar het is vandaag zaterdag en ik moet even mijn vlog nog gaan editen. Want dat ben ik helemaal vergeten. Dat is wel een beetje stom. Sorry. Ja, en het is heel benauwd. En dit is wel even lekker. Dus misschien ga ik je even in de woonkamer zetten. Denk het wel. Hoi, het is vandaag zondag en ik ben weer vergeten te vloggen. Elke dag bijna weer. Ik vergeet het gewoon echt in het weekend. Daar moet ik even een soort wekker voor zetten. Gisteren zijn we lekker naar het terras geweest en vandaag was ik weer brak. Oh ja, ik heb een mooi plantje gekregen van Stefan. En nu zijn we een beetje alles aan het opruimen. Het huis een beetje aan het opruimen. We hebben wel boodschappen gaan voor de hele week. En ja. Dat is een beetje... Oh. En ik ben heel erg verbrand op mijn rug. Ik zal een foto laten zien. En nu zijn we gewoon alles hier ook zo een beetje aan het opruimen. Ik heb deze gekocht bij de Action. En dan daaronder staat nog een serabakje en hier is gewoon zo'n frutselbakje en Marima en zo. Verder moet ik dit allemaal nog even opruimen. Het is eigenlijk alleen maar. We gaan nu de documentaire van Fred van Leer kijken. Wij eten wraps met... zalm, guacamole. En sla. Kijk, er is nog een klein beetje guacamole over. We gaan zo nog een wrapje maken. Super lekker. Dat was echt heel leuk, want bij de Deen zat er gewoon een pakketje met guacamole. Precies gewoon genoeg hoeveelheden. Dus dat. Nu gaan we lekker eten. Je zal wel denken, waarom heeft Julia opeens helemaal make-up opgedaan? Nou, ik heb net nog even een campagnefoto gemaakt. Tenminste, Stefan heeft het nog gemaakt. Ik heb alleen geposeerd. En een story gemaakt. Want die moet ik 1 juli online gooien. En die moet ik dan... En die moet dan natuurlijk weer goedgekeurd worden. En ja, anders heeft die man niet in staat om een... Dus ja... Ik denk dat ik de vlog ga afsluiten alvast. Hij zal nu niet meer zo laat komen. Sorry jongens, vorige keer was hij echt laat. Hij was gewoon zondag pas online, vandaag. Maar bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.